Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je heel makkelijk een kaartspel kunt maken van deze ijsstokjes. En wat je daarvoor nodig hebt en hoe je het kunt maken, ga ik je nu natuurlijk in deze video laten zien. Hiervoor heb je heel weinig nodig. Ijsstokjes natuurlijk. Je hebt er eigenlijk 32 nodig voor een volledige kaartset. Nou zal dat in de zomer waarschijnlijk niet heel veel moeite kosten om die bij elkaar te krijgen. En dan nog een pen. Een gewone balpen heb ik hier. En meer heb je niet nodig. Ik leg mijn ijsstokjes gewoon zo plat neer. En als eerste neem ik een hartenkoning die ik ga maken. Als eerste schrijf ik daarvoor een K met de balpen op het ijsstokje. Ik raad een balpen wel echt aan, want viltstiften en zo die lopen vaak een beetje uit op ijslolliestokjes. En dan zijn ze toch net wat minder mooi of de kleur trekt heel erg in en dan zijn ze minder duidelijk. Met een balpen lukt het heel erg goed, zoals je kunt zien. Onder de K maak ik een hart en dan is het duidelijk dat dit de hartenkoning is. Je kan het hart natuurlijk ook gewoon rood maken. Als je een rode balpen hebt, dan is dat gewoon makkelijk te doen om de rode kaarten met rood te maken. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk geen rode pen. Eigenlijk vooral leraren, dus ik doe gewoon alles met zwart. Zo kun je natuurlijk het hele kaartspel doorgaan. En je kan ook verschillende kleuren gebruiken als je verschillende kleuren balpen hebt. Ik heb hier een harte aas, de harte koning die je al gezien hebt, de koningin, de Q van Queen in het Engels en dan een harte 8. Ik heb hier ook al een ruitenjoker. En daar kun je natuurlijk zoveel mee variëren als je wilt. Je zou ook, als je de 8 hebt, bijvoorbeeld 8 hartjes erop kunnen maken. En in verschillende kleuren, als je verschillende kleurpennen hebt. Maar zo is in ieder geval de basis heel erg snel te maken van een kaartenspel op ijslolliestokjes. En je kunt ze ook zo als een waaier houden, net als echte kaarten. En er dan mee spelen. Je kan ermee pesten of poker spelen. Wat dan ook, wat voor kaartspel jij leuk vindt. En ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Als dat zo is, geef hem een duim omhoog. En vergeet ook niet je te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je in de volgende video hopelijk weer. Dus tot dan en dag!